Goedemorgen, u kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza.nl. Op veel plaatsen is het bewolkt boven Nederland en in de westelijke helft van het land komt ook nog eens regionaal dichte mist voor. Maar in de loop van de ochtend lost de mist op en komt vanuit het zuiden op steeds meer plaatsen heel geleidelijk aan de zon tevoorschijn. En de temperatuur die ligt daarbij zo rond de 5 graden. Vanmiddag dan breekt de zon uiteindelijk steeds wat vaker door, komt de temperatuur uit rond een graad of 9. En de wind die is daarbij meest uit zuidelijke richting. In het binnenland zwak en aan zee matig, tot op de wadden soms vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond zijn er dan opklaringen en is het op de meeste plaatsen gewoon droog. De temperatuur ligt dan rond een graad of 4, maar de wind draait verder naar het westen en neemt iets in kracht toe. En ook morgen dan neemt de bewolking verder toe en loopt de temperatuur alsnog wel op naar een graad of 9. Mogelijk dat er her en der een spatje regen valt, maar in het zuidwesten blijft het waarschijnlijk gewoon droog. De wind waait uit het westen en is dan meest matig van kracht, op de wadden soms krachtig, windkracht 6. De komende dagen blijft het wisselvallig, maar is het wel zacht, met vooral later in de week kans op soms veel wind en met name aan zee kan het een enkele dag echt onstuimig zijn. De middagtemperatuur ligt er veelal rond een graad of 10. Mijn naam is Wilfred Jansen van Weerplaza.nl.